Die klank beviel me heel erg. Accordeon is een heel romantisch instrument. Het is als een orgel, maar je bestuurt het met je handen. Je kan van heel zacht kan je naar heel hard. En dat bereik is heel groot. En heel laag en heel hoog. En dat is super tof. Als ik een dag niet speel, dan word ik al slechter. En als ik een week niet speel, dan vind ik mezelf eigenlijk al geen muzikant meer. Ik ben Tim en ik speel accordeon. En ik maak mijn eigen liedjes. Ik heb twee hele kleine wijzigingen gemaakt in vorm. Ik loop die opname van dat optredentje terug te luisteren. Je had zo'n tof solo, ik denk, doei, dat gaan we gewoon doen. En dan is het, speel ik solo over AAB en dan heb je al laatste A'tje. Thema uit. Ja. Een andere ding? Het is daar, is het meer driekwart swing. Dus het is niet poem, 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 kak, maar het bedoel je. Het is zo moeilijk om tegenwoordig echt iets nieuws, iets compleet anders te doen. Want in principe is bijna alles al gedaan. En dus je kan, het enige wat je kan doen is een stukje van jezelf laten zien. Ik heb ervoor gekozen om het niet in een studio te doen, maar om een woonkamer om te bouwen tot studio. Dat je dus als het ware gewoon in het comfort van een huis gaat opnemen. Wat ik hoop is dat je daardoor wat minder gaat nadenken over wat je nou gaat opnemen, wat je nou erop zet. Maar dat je je meer kan focussen op het muziek maken met elkaar. Kijk, zo gaat dat ook gewoon als wij een feestje hebben, zitten wij ook zo in een kring met elkaar te spelen. Zonder zorgen zijn wij muziek aan het maken met elkaar. Wat natuurlijk het mooiste is wat er is.
ja, de muzikanten in dit project zijn ontzettend belangrijk. Natuurlijk, die moeten mijn muziek gaan vertolken. Ik probeer iets te zeggen met mijn muziek. Hun vertalen dat naar instrument. Maar hun leggen er wel een stukje van hun eigen persoonlijkheid in. Waardoor dat nog menselijker wordt. Je zal altijd mensen proberen na te doen. En dat lukt niet, natuurlijk, want dat kan niet. En in het falen daarvan, daar zit het interessante. Want dat is je eigen stem. Hele blije dingen en hele trieste dingen, zou je niet denken dat dat bij elkaar hoort. Maar ik vind dat je daar heel gemakkelijk tussen kan switchen. Het is een bepaald soort kwetsbaarheid tegenover virtuositeit. Dat je die twee stenen tegen elkaar wrijft, dat vonkje, daarmee wou ik aan de slag. Prinses Laurentien. Geen idee, ik herken haar niet, hè. Ze kwam nog een hand geven, ik heb geen idee wie dat was. Maakte echt een grand entree. Ik denk, wat doet iedereen nou moeilijk? En zo lekker is ze niet. Dag arbeiders. Ervaar jazzmuziek niet als de ultieme vorm van muziek of kunst. Ik hou van akoestische instrumenten, van eerlijk geluid. Ik heb me laten inspireren door Astor Piazzolla. Chet Baker is een hele grote inspiratie. Johnny Meyer natuurlijk. En het heeft invloeden van volksmuziek, van Nederlandse volksmuziek, van Spaanse volksmuziek, Zuid-Amerikaanse volksmuziek. Je bent altijd je eigen stem en je eigen stijl aan het ontwikkelen en dat zal ook nooit stoppen. Het is gewoon net als ouder worden, dat het gebeurt. En als je denkt dat je alles geleerd hebt, heb je maar zo'n klein beetje van iets wat gigantisch groot. Er is zoveel te doen. En dus, het is denk ik goed om vooral op het heden te focussen van nou, waar ben ik mee bezig? En ben ik daar blij mee en functioneer ik goed en is dat leuk? En ik denk dat het geluk is. Ja, jongens, toch of niet? Ja hoor. Zeker, ja. De shit, de kamelen kwamen echt wel binnen hoor. Ontjetst komen die kamelen.